Wil je premier zijn? Ik denk dat hij zeker in staat is om ook een andere rol dan die van een oppositiepoliticus met verve invulling te geven. Waarom denkt u dat? Heeft u hem zo meegemaakt? In één-op-één gesprekken bijvoorbeeld? Nou, wat me bij hem opvalt is dat hij ook heel erg een overtuiging heeft dat in die rol als oppositiepoliticus dat hij dat op een hele scherpe manier moet doen. En inderdaad soms wel op een provocerende manier. Maar ik heb hem ook in andere rollen meegemaakt, ook als Kamerlid nog. En dan merk je dat hij ook wel degelijk op inhoud heel gedegen ook een controlerende of een medewetgevende rol invulling kan geven.